Vrienden, ik neem jullie nog even mee naar Camp Nou. Woensdagavond. Ja, toen was ik daar bij de wedstrijd van Barcelona tegen Dynamo Kiev. En toen kreeg ik daar een beetje een voorkeursbehandeling, omdat ik Ronald Koeman ken. En toen kreeg ik zo'n bandje om. Dit, weet je wel. En dan kon ik dan mee in een speciale ruimte komen waar Jan en Alleman komt die belangrijk zijn bij Barcelona. En daar kwam opeens een charmante, wat oudere dame voorbij. En iemand fluisterde in mijn oor: dat is Danny Cruijff. Oh, oh. Ja, ik zeg, is dat er echt? Ja, dat is Danny. Ik zeg, ho, ho. En ik liep gelijk weg. En nog nooit was ik zo snel in een ruimte. En woep. En dan ging ik, ja hoor, op naar Danny Cruijff. Want ik moest haar al heel lang iets vragen. Want ja, de verhaal gaat terug naar 1982. Beste vrienden, ik kan je voorstellen, 1982. Toen kreeg ik, in de zomer van 82, kreeg ik een vreselijk ongeluk eigenlijk. Ja, want ik stuiterde op mijn hoofd op de zeebodem ergens in Griekenland. En ik was verlamd eigenlijk tijdelijk wel aan mijn armen en aan mijn benen. Dus dat ging eigenlijk helemaal niet zo goed met mij. Lag maanden in het ziekenhuis en daarna moest ik thuis revalideren. En opeens kreeg ik thuis een hele grote bos bloemen. En daar stond door beterschap, sterkte, Johan Cruijff. En ik dacht alleen maar bij mezelf, ja hallo, wie is hier mij aan het dollen? Wie is hier een grap aan het uithalen met mij? Dus ik belde gelijk die bloemist en ik zeg, is dat echt van Cruijff? Ja, hij zegt, het komt echt van Cruijff. Dus dacht ik bij mezelf, later, ik dacht alleen maar, oh, maar dat moet dan Danny Cruijff hebben gedaan. Danny Cruijff heeft natuurlijk gedacht, dat is zo zielig, dat ongeluk, want dat stond toen in alle kranten. En die ga ik een bosje bloemen sturen. Dus nu kreeg ik dan eindelijk de kans, omdat ik haar na zoveel tijd weer zag, om te vragen hoe dat nou eigenlijk zat. Dus ik zei, Danny, was jij het? Of was het Johan? En ze zegt tegen mij, ja, luister eens goed, ik kan het bijna niet geweest zijn. Want ik was wel zijn secretaresse, maar ik deed precies wat Johan mij opdroeg. Dus ik denk, zegt ze, dat het Johan is geweest. En toen draaide ze van mij weg en liep door. En toen draaide ze toch weer terug. En toen zei ze tegen me, het is Johan geweest. En ze liep weer verder. Dus is dat even wat, jongens. Wat prachtig gewoon. Wat een mooi moment. Had ik daar even met de weduwe van Johan Cruijff.